We kunnen nu in levende mensen aantonen dat het Alzheimer-eiwit aanwezig is. Je kunt het Alzheimer-eiwit meten in het hersenvocht. En hersenvocht kan je afnemen door middel van een ruggenprik. En dan kan je meten of de concentraties van het eiwit afwijkend zijn. Maar het meest optimistische scenario is dat we binnen 15, 20 jaar iedereen rond de 50 op basis van een aantal risicofactoren een vaccin toedienen ter preventie van de ziekte van Alzheimer. Ontwikkelingen in de strijd tegen Alzheimer. Zondag in Labyrinth.